Vanmorgen om 9 uur begon het proces tegen Alex O., de 51-jarige man die de Jumbo chanteerde. Op 8 mei, ruim een jaar geleden, werd er voor de Jumbo aan de Wilhelminakade een zak met erin explosieven aangetroffen. Binnen 4 weken waren er nog 3 bommeldingen bij de supermarktketen. Bij het winkelcentrum De Beren, het Overwinningsplein en de Euroborg. De dader eist bitcoins, een digitaal betaalmiddel. Het bewijs tegen Alex O. is DNA-profiel, aangetroffen op een envelop met daarin een wenskaart. In de envelop ook een explosief poeder. De politie arresteerde O. en zijn zoon nadat bleek dat hij 2 kookwekkers had gekocht bij Blokken. Dezelfde kookwekkers werden aangetroffen bij de bommeldingen. De zoon van Alex O. geldt niet meer als verdachte. Hier in de rechtbank aan het Gioplein diende vandaag de zaak tegen de zogenaamde Jumbo-bomber. De Jumbo-bomber ontkent elke betrokkenheid. En onder massale belangstelling van de Nederlandse pers werd vanochtend de zitting gehouden. De officier van justitie die eiste tegen de Jumbo-bomber 8 jaar. 8 jaar omdat het om hele ernstige feiten gaat. Waar gaat het om? Heel veel dreigmeest, heel veel angst veroorzaakt in de richting van de Jumbo, werknemers, klanten, ook veel breder. En dat wordt zelfs kracht bijgezet door gebruik te maken van explosieven. Bij 2 winkels hier in Groningen, het Overwinningsplein en de Wilhelminaplein. En vervolgens ook nog in een brief gestuurd naar een vestiging in Zwolle. Dat Van O. volhoudt onschuldig te zijn, irriteerde de rechtbank een beetje. Hij lijkt heel erg in zijn eigen gelijk te geloven. En dat mag, hè. De verdachte hoeft niet de waarheid te vertellen hier in de zitting. Maar let wel, als het hem moeilijk wordt gemaakt, kritische vragen worden gesteld. Als politie-justitie vragen stellen, dan zegt hij zelfs helemaal van, daar geef ik geen antwoord op. Maar als het kritisch wordt, ja, dan duwt hij van zich af. Dan wil hij ineens niks meer vertellen. Van O. wil niet praten over zijn psyche, maar over het technische bewijs, daar heeft hij heel wat commentaar op. Hij heeft prachtige verhalen, maar wat ons betreft kloppen ze niet. Want als het bijvoorbeeld gaat om dat DNA, dat is aangetroffen onder de postzegel. Daarvan zeggen wij, ja, als het onder de postzegel zit, tussen de postzegel en de brief, zeg maar, dan is dat van de dader afkomstig. Hij kan niet verklaren hoe het daar komt. En waar begint hij dan over? Dan begint hij over DNA-sporen op de postzegel aan de bovenkant. Ja, daarvan zeggen wij ook van ja, dat kan inderdaad van iedereen afkomstig zijn. Want er zijn postbodes geweest, sorteerders geweest, mensen bij de Jumbo in Zwolle geweest. Dus dat zijn DNA misschien niet is, dat zegt niks. Maar onder de postzegel, ja, dan heb je toch iets uit te leggen. En dat kan hij niet uitleggen. De toon van de e-mails die Alex O. aan de grootgrutter stuurde, zijn veelzeggend. Ja, die e-mails die waren heel dreigend en ze werden eigenlijk alleen maar dreigender. Want er werd gedreigd van ja, er komen explosieven. Er gaan winkelschade oplopen. Verderop wordt er gezegd van ja, er gaan ook klantenschade oplopen, medewerkersschade oplopen. De laatste mail in oktober, daarvan werd gezegd ja, van nu gaan ook de eigenaren van de Jumbo, die zullen ook gaan merken wat ik allemaal kan doen. Dus daar werd hij ook veel persoonlijker, ook in de richting van hun woonplaatsen, zeg maar. Kortom, het werd steeds ernstiger, steeds dreigender, maar gelukkig hebben we op dat moment kunnen ingrijpen. Advocaat Charling van der Groot, de advocaat van Alex O., die vindt dat Alex O. al bij voorbaat is veroordeeld door de media. Het DNA-bewijs vindt hij flinterdun en hij zegt ook dat hoeft helemaal geen daderspoor te zijn. Hij zegt ook dat de man op de film, dat is niet Alex O., er zijn heel weinig getuigen die hebben hem herkend. Het kan niet zo zijn dat het van der O. is. Hij noemt het onderzoek suggestief en bepaald niet objectief.